maken, jazeker. Wat een mooie, rustige ochtend. Ja, ik hoop dat het vandaag zo mooi en rustig blijft. Hallo, Sylvie en Reggie. Hallo. Hallo. Gaan jullie naar een verkleedpartijtje? Verkleedpartijtje? Nee, we gaan een film maken met Olly Ongeluk. En wij zijn de filmsterren, dus we moeten snel door. Tot ziens. Een film maken? Dat klinkt spannend. Ja, met Olly Ongeluk. Ik vraag me af hoe kalm deze dag gaat worden als hij erachter zit. Goedemorgen allemaal. Hoe gaat het ermee? Goedemorgen, Hector. Alles goed. Bedankt. Ik heb vannacht zo gek gedroomd. En toen ik wakker werd, had ik zo'n goed humeur. Wauw. Echt waar? Wat droomde je dan? Nou, ik droomde dat alle auto's boven de grond zweefden. Geen auto reed meer op de weg. Het was een gek gezicht, kan ik je zeggen. Wow, dat lijkt me leuk, zeg. Gek? Ik heb eigenlijk ook zoiets gedroomd. Echt waar? Hoe dan? Vertel eens. Ik droomde dat ik door de lucht vloog en bijna tegen een groep walvissen aanbotste die daar ook rondvlogen. Ze waren overal. Er lag er één te zonnen in het park en een andere die deed koppeltje duiken door de straat. Oké, dan vertel ik jullie wat ik laatst heb gedroomd. De dieren in de dierentuin hadden de meest vreemde kleuren in mijn droom. De tijger was helemaal blauw en de krokodil was helemaal rood. Maar het vreemdste was de olifant met de hoed die geel met roze stippen was. Hallo. Goedemorgen, Olly Ongeluk. Wat ben jij al vroeg op pad vandaag? Ik ga een film maken met mijn oude filmcamera. En wat doen jullie? Een film? Dat lijkt me leuk. Wij vertellen elkaar over onze gekke dromen met gele olifanten en vliegende walvissen. Een droom is net zoiets als een film. Je ziet hem alleen in je hoofd. Nou, als je een vliegende walvis ziet, dan weet je wel zeker dat jij een dromen bent. Als jij een film maakt, dan probeer ik opa's oude drive-in bioscoop naar het weiland te krijgen. Dan kunnen we vanavond film kijken. Ja, dan moet ik wel opschieten als ik wil dat de film op tijd klaar is. Ik zie jullie vanavond. Tot dan. Tot dan. Hector en ik gaan naar het treinstation om een tijger op te halen. Onze Tessie tijger krijgt gezelschap in de dierentuin. We moeten er dus ook snel vandoor. Tot later. Tot ziens. Tot straks. Ik blijf hier wel om te helpen met je opa's oude bioscoop. Dank je, Fred. Dat is fijn. Dus ik had gedacht dat het een echte ouderwetse western actieheldenfilm gaat worden. Wat vinden jullie? Maar word ik dan een filmster? Dat zou fantastisch zijn. Ik ben een geboren filmster. Oh, wat gaaf. Ik speel de crimineel. Helemaal perfect, Robbie. Wat ga ik dan spelen? Jij speelt natuurlijk de held. Oh, oké. Maar dan wel een coole held, hè? Als het maar geen film wordt met van dat romantische geknuffel en zo. Oké. Wat leuk, hè, dat er nog een tijger in de dierentuin komt. Ik vind het zo spannend. Ja, dat is zeker spannend. Ik hoop dat Tilly trein snel aankomt. Opname. Oké, Reggie, actie. Ja, maar ik... Kom, Reggie, kom op. Je kan het wel. Kom op, actie. Maar wat nou als... Schiet op, Bangerik. Laat zien dat je een held bent. Bangerik? Ik? Oh, nee. Hey, zagen jullie dat? Zag je wat ik deed? Wauw, ik ben echt geweldig! Ja, ja. Had je mij niet moeten redden? Scheer je weg, crimineel. Ik ben hier om Sylvie te redden. En stop! Mooi! Fantastisch! Kom, dan gaan we naar het spoor voor de volgende scène. Schiet nou op, het gaat niet zo lekker. Maar... Nee, toch? Oh, wat een dag. Ik zou de hele dag al zo in de zon kunnen blijven staan. Ja, ik heb ook wel zin in zo'n luie dag. Laten we hopen dat het rustig blijft. En dat er niet ineens iets ergs gebeurt. Zoals bijvoorbeeld bij die film van Olly Ongeluk. Met de noodhulpdienst? Oké. Oh nee. Over en uit. Luister goed. Er is een grote brand op het industrieterrein. Oei,
Dat klinkt niet zo best. Goed, we gaan er direct naartoe. Want het is... tijd voor actie! Fred komt zo terug met wat planken en dan krijgen we dit ding samen wel omhoog. Zo, opa's oude spul komt weer eens goed van pas. Laat mij maar even. Zo, de brand is geblust. Oh, wat een opluchting. Ik werd al ongerust. Hoe begon de brand? Geen idee. Het stond al in brand toen ik hier aankwam. Maar wat is dit? Een leeg filmblik. Ik vraag me af of Ollie Ongeluk hier meer van weet. Het lijkt er wel op, ja. Je mag nooit vuur maken en dan weggaan zonder het eerst te doven. Het is erg gevaarlijk en het had vreselijk af kunnen lopen. Gelukkig zag jij de brand, Fred. Bedankt dat je ons hebt gebeld. Wij gaan weer terug naar de standplaats. Tot ziens. Nou, dag. Oké, zijn jullie klaar? Natuurlijk. Ik ben de held, weet je nog. Mooi. Maar jij is, Robby. Actie. U blijft hier, mevrouw Scooter. En dan ga ik nu de bank beroven. Perfect, Robby. Nu bank kijken, Sylvie. En roep hem hulp. Ah, help! De trein komt eraan. Help! Nu, Reggie. Nu. Oké. Oh, mevrouw Sylvie, wat is er gebeurd? De crimineel heeft me vastgebonden. Je moet me helpen voor de trein komt. De trein komt eraan! In het echt! Oh, dit gaat helemaal fout! Kom op, opschieten! Schiet toch op! Mooi, fantastisch! Ga zo door! Wauw, en stop! Perfect! We gaan door naar de volgende locatie! Wow. Woehoe! Deze film wordt echt fantastisch! Tjoek, 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 de trein gaat razendsnel. Tjoek, 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 met de fluit en met de bel. Huh? Maar wat is dat? Ik zit op het verkeerde spoor. Hoi, ik ben blij dat jullie er zijn. Ik hoor net dat Tilly trein op het verkeerde spoor is gezet en niet naar het treinstation kan. Oh nee. Laten we direct naar het spoor gaan. Het is... tijd voor actie! Wow, dit ziet er echt goed uit. Ja, zo zag het eruit in opa's tijd. Bedankt voor je hulp, Fred. Oh, ik vond het erg leuk. Nu moeten we wachten tot vanavond. Ik verheug me ontzettend op de film. Hoi Tilly, wat is er aan de hand? Hoi Paultje en Bella. Nou, iemand moet de banen verwisseld hebben, want ik kom zo niet naar het station. Sophie wacht daar op haar tijger. Oh nee. Hoe krijgen we die banen goed? Zien jullie die hendel daar? Ja. Trek hem naar de andere kant. Oké. Zo dus? Ja, dat is hem. Bedankt. Ik ga snel verder. Tot ziens. Doei. Dag. Denk jij wat ik denk, Paaltje? Dat Ollie Ongeluk hier ook al is geweest? Ja, ik weet het zeker. Een filmblik. Weer één. Oh. Oké, kom op. Film loopt. Help! Ik ben beroofd! Grijp de dief! Wat is er gebeurd, mevrouw Sylvie? Ik ben beroofd! Geen zorgen, mevrouw! Ik pak hem wel! Help! Ik ben beroofd! Grijp de dief! Huh? Hoorde je dat? Volgens mij wordt er hier vlakbij iemand beroofd! Geen tijd te verliezen! Kom, Bella! Tijd voor actie! Maar er is helemaal geen overval. Kijk, weer een leeg filmblik. Alweer, Ollie. Bijzonder dat zo'n kleine kraai voor zoveel problemen kan zorgen. Nou, ik hoop maar dat die film snel klaar is. Ja, ik ook. Deze prachtige tijger was het wachten waard. Tessie zal zo blij zijn. Reuze bedankt, Tilly. Veel succes. Dag. Tot gauw. Tot ziens. Uitstekend, Hector. Kom, we gaan. Er is nog één scène over. De filmkus. En actie. Oké.
Zo, ja, doorgaan. Dit gaat hartstikke goed. Maar, ik bedoel... Kom dan maar. Dat ging eigenlijk best wel goed, hè? En stop! Fantastisch! Bedankt voor vandaag allemaal! Zijn jullie eindelijk klaar? Ja! Vanavond draait de film in Samson Bioscoop. Oké, dan kunnen we nu misschien even praten over brandstichting, baanwissels en dat soort zaken. Oh, heb ik dat gedaan? Ja, we zitten al de hele dag achter je aan. Ik denk dat ik te veel bezig was met filmen. Sorry, hopelijk is niemand gewond. Nee, maar beloof me dat je de volgende keer voorzichtiger bent. Dat beloof ik. Ze leken al aardig aan elkaar gewend te zijn. Welkom allemaal bij de vertoning van onze film. We hopen dat u het mooi vindt. Oh nee, ik dacht dat ik dit stuk eruit gesneden had. Actie! U blijft hier, mevrouw Scooter. En dan ga ik nu de bank beroven. Oh, dit is zo mooi. Dat ging eigenlijk best wel. Oh, Reggie. Oh, goed werk, Olly Ongeluk. En alle acteurs. Bedankt allemaal. En de winnaar van de beste filmprijs van de Gouden Camera van dit jaar is... Olly Ongeluk! Oh, jippie! Oh, ontzettend bedankt. Wat een eer. Huh? Wacht eens even. Oh, nee. Het is een droom. Stel je toch eens voor dat ik een privédetective was. Lekker weertje, hè, Reggie? Nou zeg, zo'n lekker weertje vind ik het niet. Het is echt veel te heet voor me. Ik voel me helemaal suf. Het zou mijn koelsysteem kunnen zijn. Ach nee, dat klinkt niet zo best, zeg. Ga anders naar de garage, dan kan Sam even naar je kijken. Nee joh, ben je gek? Ik hou niet zo van garages, weet je? Je gaat me toch niet zeggen dat je bang voor garages bent, hè? Huh? Wel nee, ik ben toch cool. En dus niet bang voor garages. Het is echt flauwekul. Ik heb gewoon niet zo goed geslapen vannacht. Dat kan, maar ik heb lekker gedroomd. Ik was een echte privédetective. En nu was er dus een zaak die niemand kon oplossen. Hey Sylvie, alles goed met je? Nou, ik ben op zoek naar Eefke IJs. Het is zo'n hete dag vandaag dat ik wel een ijsje lust. Oh, dan ga ik graag met je mee. Ik kan best iets verkoelends gebruiken. De Olly Ongelukstraat. Cool, kom, we gaan. Hey, kijk eens even uit, ja. Stelletje racemonsters. Ik zie het al helemaal voor me. Privédetective Olly Ongelukswerelds allerbeste speursnavel. Krijg nou wielen. Dat lijkt brand. Oh. Bah. Van deze hitte krijg ik barstende hoofdpijn. Ik ben blij dat jij de brandweerauto bent en ik niet. Ja, dat zal best. Maar ook op hete dagen moeten alle helden zich inzetten voor de veiligheid van de stad. Met deze hitte is er een grote kans dat er brand... Met de noodhulpdienst? Ja? Waar dan precies? Oh, je meent het. Dat is niet zo best. We komen eraan. Luister goed. Ik had Olly Ongeluk aan de lijn. Er is brand bij de garage. Jullie moeten meteen gaan. Want het is... Tijd voor actie! Woehoe! Ha! La, 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 la. Oh, goedemorgen. Hallo Sam, klopt het dat er hier bij jou brand is? Brand? Nee, niet dat ik weet. Maar ik zie ook niet veel door al dat stof. Ik geef mezelf net een schoonmaakbeurt, want mijn matten zijn al lange tijd niet meer uitgeklopt. Vandaar. K-
Kijk maar eens hoe stoffig ze zijn. Tja, dan heeft Olly vast geen brand gezien, maar gewoon heel veel stof. Of niet soms, Olly? Wat zei je? Oh nee, ik dacht niet dat ik stof had gezien. Maar zelfs ik kan me vergissen. Ook al heb ik hele goede kraaienogen. Ah! Wow, ik zou maar uitkijken met zo'n vergrootglas in de felle zon. Daar kan brand van komen, hoor. Poeh. Maar één ding is in ieder geval zeker. Er is hier geen brand. Nee, dat is zo. Je hebt gelijk. Sorry, hoor. Ach, het is niet erg. Het is goed dat je gebeld hebt. Maar we moeten nu echt weg voor het geval we een echte melding krijgen. Tot kijk. Dag, hoor. Groetjes. Tot kijk. Ik snap er helemaal niks van. Ik zou toch zweren dat er brand was. IJsjes zijn lekker fris, vooral als het heel warm is. Hé, wat is dat? Maar het lijkt wel rook. Ja, en het ruikt ook heel erg naar brand. En de rook lijkt zich ook wel te verplaatsen. Misschien staat er een auto in brand. Dat zou best eens kunnen. Kom mee en bel gauw de noodhulpdienst. Hou je goed vast. Hallo, spreek ik met de noodhulpdienst? Er is brand. Een wagen die naar het park gaat. Gaat het, Reggie? Ja hoor, ik stop alleen om even af te koelen. Ga je alvast maar. Nou ja, oké. Tot straks dan. Goed dat jullie er zijn. Ik kreeg net een melding dat er een wagen in brand staat die op weg is naar het park. Huh? Fijn. Kom, niet zo blijven staan, jongens. Ga onmiddellijk kijken wat er aan de hand is. Ik heb vers gebakken broodjes. Wie wil er een paar hebben? Hoi, Benny. Zijn je broodjes aangebrand? Oh, durf jij dat te vragen? Ik heb nog nooit aangebrande broodjes gehad. Oh nee, mijn krentenbollen staan nog in de oven. Hoe kan ik die nou vergeten? Juist ja, dus deze keer heb je ons gebeld voor vers gebakken krentenbollen. Nee hoor, ik zag echt er ook heel veel zelfs. En dat was niet van Benny. Oké, maar ik zie nergens rook. En al helemaal geen vuur. Wat vind jij, Paaltje? Moeten we het nog onderzoeken? Nee, het zal wel niks zijn. Je moet niet zo snel in paniek raken, Olly. En je moet ons pas bellen als er echt een noodgeval is. Ik dacht eerlijk gezegd ook dat ik wat zag. Maar we hadden het blijkbaar allebei mis, Paaltje politiewagen. Nee, echt niet. Zoals ik al zei, bel ons alleen als er echt een noodgeval is. Nou ja... Daar moet privédetective Olly Ongeluk zelf maar op onderzoek uitgaan om te kijken waar die rook vandaan komt. Tja, het is voor mij ook nog steeds een raadsel. Ik dacht ook echt dat ik rook zag. Juist. Auw! Hey, zeg, wat krijgen we nou? Reggie Racemolzen, waarom sta je daar? Heb je nog last van je koelsysteem? Tja, het is nog erger zelfs. Niks doet het meer. Ik kan nou niet eens meer starten. Zo, dat lijkt me nog erger dan mijn opa's roestige uitlaat. Kom anders even mee naar de garage, dan maak ik je wel. Nou, is dat nou wel zo'n goed idee? Ik bedoel, het is toch wel... Hoe zeg je dat? Het is misschien ook wel... Je bent toch niet bang? Oh, dat is nergens voor nodig, hoor. Neem mij bijvoorbeeld. Ik moet elke week naar het ziekenhuis. Dat is zeg maar mijn garage en ik loop nog steeds vrolijk rond. Daar heb je gelijk in. Dan zal het wel meevallen. Je hebt ook weinig keus. Het is of hier blijven staan of meegaan met dokter Sam, zodat je straks weer verder kunt. Oh nee, daar komt Sylvie al. Vlug, schiet op. Ik wil niet dat ze me zo ziet. Eten, schaap. IJsjes zijn lekker fris, vooral als het heel warm is. Ah, brand! De ijssalon staat in brand. Huh? Oh ja? Oh ja, je hebt gelijk. Er is inderdaad brand. Ik bel de helden. Ja, graag. Als je maar opschiet. Al
ijsmensen nog? De IJsselon hier staat in brand. Kom vlug, de IJsselon staat echt in brand. Luister goed. Olly Ongeluk belde en hij zei dat de ijssalon in brand staat. Dat zal wel meevallen, hoor. Iemand zal vast wel zijn matten aan het uitkloppen zijn of verse broodjes aan het bakken. En toch blijft het een melding en die moet altijd serieus genomen worden. Precies. Ik ben het met Bella eens. Vooruit, het is dringend. Goed dan, je hebt gelijk. Ik ga wel weer met je mee, Bella. Het is tijd voor actie! Dus toch! Hoera! Ja! Oh, mijn ijsjes zijn vastgesmolten. Die kan ik zo toch niet meer verkopen? Het is minder erg dan je denkt. Kom maar, dan laat ik de ijsjes in. Dat kan nog best, hoor. Zeg, Olly Ongeluk? Ja? Wat heeft Bella nou gezegd over een vergrootglas in de felle zon? Ja, wat zei ze ook alweer? Als ik het me goed herinner, zei ze dat je er brand door kon krijgen. Oeps. Inderdaad. Ik, privédetective Olly Ongeluk, zal nooit meer een vergrootglas in de felle zon leggen. En daar kun je van op aan. Een privédetective. Nog bedankt, hè? Je bent een echte held. Ik dacht dat al mijn ijsjes veranderd waren in limonade. Graag gedaan, Ijfke. Maar we kunnen de ijssalon morgen pas herstellen. Dan help ik ook. En ik ook. En wij ook. Dan trakteer ik jullie allemaal op een ijsje. Ja! Oh, ja! Zo, en hoe ging het? Was er deze keer echt brand? Ja. En daar ben ik best van geschrokken. Het spijt me dat ik die melding eerst niet serieus nam. Kom, je kunt het toch wel eens een keertje mis hebben? We vullen elkaar gelukkig goed aan. En de brand is toch geblust, of niet? Maar hoe kwam het nou dat er brand was? Omdat Olly Ongeluk zijn vergrootglas in de felle zon had laten liggen. Het was dus eigenlijk allemaal zijn schuld. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met zo'n vergrootglas. Je kunt het ook niet zomaar in de zon laten liggen. Nee, maar hij heeft zijn lesje wel geleerd, denk ik. Ja, en hij heeft beloofd dat hij nooit meer dezelfde fout zal maken. Maar ik vond het wel vreemd dat hij zichzelf privédetective noemde. Oh, straks gaat hij zich ook nog met mijn werk bemoeien, zeg. Hij wilde alleen maar helpen. En ook al heeft hij de brand veroorzaakt, het is wel goed dat hij ons meteen heeft gebeld, zodat jullie je werk konden doen. Jullie zijn helden. De helden van de stad. Hoi, Reggie. En heeft Sam je gemaakt? Ja, en het viel eigenlijk reuze mee. Het was eigenlijk zo gebeurd. Wauw. Heb je je bij de garage laten maken? Yep. En viel het mee? Zo'n stoere bink als ik is zo klaar in de garage. Nog bedankt, hè, dat je me naar de garage hebt gestuurd. Als jij me niet had overtuigd, was ik echt niet gegaan. Ach, Reggie, je weet toch dat je kunt rekenen op 's werelds allerbeste speursnavel? Eén ding bezorgen en dan kan ik eindelijk even rusten. Daar ben ik nu echt zo aan toe. Oh, hier moet ik zijn. Zo, er gaat niets boven een fijn rondje over het veld op zo'n mooie ochtend als vandaag. Ik geniet van de frisse lucht en de vogeltjes die fluiten. Nee, wat is dat nou weer? Nee, hè? Nou moet ik mijn ploeg losmaken om te kijken wat ik geraakt heb. Ah, dat lijkt wel een kist. Het is een schat. Ja, dat kan niet anders. Ik ben rijk. Joepie! Echt waar, met deze nieuwe was kun je zelfs de vuilste auto laten glimmen. En als je wil, kun je er ook roest mee weghalen. Met Superwas geef je glanzend weer gas. Roest?
Eeuw! Ik hoef geen was hoor, want ik word nooit vuil en roestig. Ik zou maar wel een potje kopen voordat ze uitverkocht zijn. Ik heb er een stuk of 100 besteld, maar ik weet nu al dat ze als warme broodjes zullen gaan. Maar ik heb het niet nodig. Ook zonder superwas straal ik als een zonnetje. Hey, hallo. Ik heb hulp nodig. Zou je misschien even kunnen helpen, Sam? Ah, die Tinus. Natuurlijk wil ik je helpen. Zeg het maar. Ik heb denk ik goud gevonden. Maar waar ik wel zeker weet is dat het om een schat gaat. En ik heb jouw hulp nodig om hem uit de grond te trekken. Wat? Een schat? Meen je dat? Dat is ongelofelijk, zeg. Waar dan? Nou, op mijn veldje. Ik was aan het ploegen en toen kwam die vast te zitten. Ik was eerlijk gezegd stom verbaasd toen ik zag wat was. Zoiets vreemds heb ik nog nooit gehoord. Althans niet sinds de pook van mijn opa vast kwam te zitten toen hij achteruit reed en een week lang zo moest blijven rijden. Ja, het zal wel. Je moet niet kletsen, maar helpen. We hebben het hier wel over een schat, hoor. Oh, het spijt me. Maakt niet uit. Kom mee, dan laat ik het je zien. Tralalalala, doobidoobidoob. Ik loop hier fijn op de stoep. Oh, hi. Zeg, jullie lijken wel haast te hebben. Dat hebben we ook. We moeten een schat uitgraven. Een schat? Dat klinkt erg spannend. Ik denk dat ik zelf ook maar eens op zoek ga naar een schat. Ja, maar waar is mijn schat? Hij is weg. Hoe bedoel je? Een schat kan toch niet zomaar verdwijnen? Ja, maar toch is hij er niet. Iemand moet hem gestolen hebben toen ik even weg was. Maar dat is toch vreselijk? Ik begrijp echt niet dat dieven nu ook al overdag gaan stelen. Ja, donuts. Je weet wel waar zo'n rond gat in zit. Dat jij zoveel van donuts houdt, zeg. Zelf hou ik liever meer van lekkere stroopwafels. Daar eet ik er zo 10 van achter elkaar op. Ja, stroopwafels zijn wel lekker, maar wat dacht je van cupcakes? Met de noodhulpdienst? Ja, dat is vreemd. Oké, over en uit. Luister goed. Er is een kist vol met goud van Tine's tractor gestolen. Wat? Een kist die vol zit met goud? Dat is bijzonder. Had hij dan echt een kist vol met goud? Ja, het is wel vreemd, maar het blijft wel een melding. Hij wacht op jullie bij zijn veldje. Maar jongens, dat klinkt wel als een heel spannende klus. We gaan er meteen naartoe. Ja, want het is... Tijd voor actie! La 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 la. Goed, even kijken. Ik heb een schroefje gevonden, 3 moertjes, een schelp en een heleboel aarde. Maar geen schat, en ik weet ook niet of ik die ooit nog zal vinden. Hé, maar wat is dat nou? Zie ik daar nu opeens een schatkist? Hallo jongens, wat hoorden we nou? Is het waar? Tja, ik zou het niet weten. Ik ben hier gekomen voor mooie diamanten en goud. Maar dit is alleen maar vuile grond. Ik wil er nu weg. Al dat vieze zand begint al aan mijn banden te plakken. Straks word ik nog vuil, dat wil ik echt niet. Tja, ik raakte vanmorgen met mijn ploeg een grote schatkist. Maar toen ik hulp ging halen om hem los te krijgen, moet iemand hem hier hebben gestolen. Juist, ja. Eigenaardig. Maar hoe weet je nou zo zeker dat het een schat was? Waarom zou iemand hem anders willen stelen? Die kist is weg en ik wil hem gewoon heel graag terug. We gaan meteen ons best doen. Ja, we zullen het helemaal uitzoeken. Ik hoop wel dat we die kist weer zullen vinden. We moeten weten wat erin zit en of het wel een schat is. Mijn opa werkte ook met heel veel kisten en die bleven ook maar verdwijnen. Dus ook toen gebeurden er heel rare dingen en niemand wist hoe dat kwam. Moet je kijken, er ligt aarde op de weg. Dat moet een spoor zijn. Laten we kijken waar het heen leidt. Kom mee, Paaltje. Nou, dit gaat dus niet lukken zo. Hoe kan ik dat slot nou open krijgen? Misschien ligt daar wel iets in dat ik kan gebruiken. Er ligt hier dan wel een spoor van aarde op de weg, maar of het ook van het veldje komt, is nog maar de vraag. En toch moeten we daar maar vanuit gaan. Dus laten we het spoor gewoon maar volgen. Dat lijkt me het beste. Ik hoop dat we die schat inderdaad zullen vinden. Hé, kijk. Volgens mij leidt het spoor naar de bouwplaats toe, zie je? Oh ja, nu je het zegt, Bella. Kom mee, dan vangen we die schattendief.
Nou ja, er zijn hier helemaal geen dieven. Nee, maar luister, toch hoor ik wat. Oh nee, hè, dat heb ik weer. Nou ja, dan moet ik hier maar blijven zitten. Wie is daar? En wat doe je? Wie, ik? Nou, ik ben in deze container geklommen. Maar toen wist ik niet dat ik er niet meer uit kon komen. Dus jij bent het maar, Olly. Ik neem aan dat je gewoon weer eens pech hebt, zoals altijd. Ha, ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Maar gelukkig heb ik mezelf niet bezeerd. Dat is fijn. Kom maar, dan haal ik je eruit. Maar waarom ben je erin geklommen? Ja, ik was op zoek naar iets waarmee je een kist kan openen. Een kist? Wat zeg je me nou? Wij zijn juist op zoek naar een verdwenen kist. Weet jij daar soms iets van? Dank je. Nee, daar weet ik helemaal niks van. Want de kist die ik bedoel, die staat namelijk daar. Ah! Waar is die nou? De schatkist die daar stond is weg. Nou, daar begrijp ik dus helemaal niks van, hè? Dus jij bent ook al een kist kwijt? Nou, het was niet echt mijn kist. Maar ik heb hem wel gevonden en hij stond daar. En nu is hij weg. Dat klinkt toch wel behoorlijk vreemd. Heb je ook niks gehoord toen je in die container zat? Nou, nu je het erover hebt, ik heb inderdaad wel het geluid van een motor gehoord. En ik weet het niet zeker, maar volgens mij ging je die kant op. Naar de haven bedoel je? Ja, zou dit misschien piraten zijn? Dat lijkt me wel erg sterk, maar we sluiten niks uit totdat we het hebben uitgezocht. Nog bedankt voor de tip. Oh, graag gedaan. Tot kijk. Dag, dag. Nou ja, het is natuurlijk wel heel jammer dat ik de schatkist kwijt ben. Maar gelukkig heb ik de schelp, dat schroefje en die moertjes nog. Hoi, wandelwatervliegtuig. Heb jij vandaag nog iets bijzonders gezien? Zoals een schatkist of iets wat daarop lijkt? Wat? Een kist, zei je? Maar die had Gerrit toch net? Is hij hem soms verloren? Want ik zag hem daarnet nog mee wegrijden naar het tankstation. Maar nu moet ik snel nog een pakje afleveren. Maar als ik het goed begrijp, heb jij die kist dus gezien? Ja, maar natuurlijk. Dat is toch niet zo vreemd, of wel? Maar nu moet ik er echt vandoor. Succes en tot ziens! Maar nu snap ik er dus niks meer van. Was die kist nou voor Gerrit? Om daarachter te komen kunnen we het beste naar het tankstation gaan. Dit begint wel heel eigenaardig te worden. Ja, al die vreemde verhalen over die kist beginnen me erg op de zenuwen te werken. Ik wil nu eindelijk eens weten wat er aan de hand is. Hoi jongens, alles goed hier? Jazeker, alles is hier tiptop in orde. Gerrit kwam net even langs om een bestelling voor me af te leveren. Oh, een bestelling? Is het soms die kist daar? Ja, en hij is behoorlijk zwaar. Die had Peter Post nooit mee kunnen nemen, dus ik heb hem maar meegebracht. Oké, dus de kist die Tinus tractor in zijn veldje heeft gevonden was een andere? Veldje, zeg je? Ja, daar heeft hij wel gelegen. Van dat watervliegtuig heeft hem dan laten vallen vanmorgen. Dat hadden we zo afgesproken, omdat ze wist dat die veel te zwaar zou zijn voor Peter Post. En is dit dan ook dezelfde kist als die op de bouwplaats, waar je normaal altijd overdag aan het werk bent? Ja, dat klopt. Maar ja, ik kreeg een beetje honger nadat ik de kist van het veldje had opgehaald. En dus heb ik hem eventjes op de bouwplaats neergezet. En daarna ben ik naar Benny Bakker gegaan voor een lekker stokbroodje. En toen heeft Olly hem natuurlijk gevonden. Ja, zo moet het inderdaad zijn gegaan. En terwijl Olly in de container zat, omdat hij naar iets zocht om de kist mee te openen, is Gerrit hem komen ophalen. Tralalalala. Hij de schat! Dus die schat was eigenlijk mijn bestelling? Wat grappig zeg. Maar ja, je mag het van mij ook best wel een schat noemen. Kijk zelf maar eens. Ah, dus zo open je hem dus. Huh? Autowas? Hebben we al die tijd lopen zoeken naar een kist met autowas? Blijkbaar wel, ja. Daar komt bij dat hij ook nog niet eens gestolen was. Hoe kun je het verzinnen, zeg? Het was al die tijd mijn superwas. Hoewel het eigenlijk net zo fijn is als een schat. Ik vind het sneu voor je dat het geen schat was, Olly. Oh, is niet erg. Ik ben hier ook blij mee. En, hoe ging het? Hebben jullie de verdwenen schat gevonden? Nee, want er is nooit een schat geweest. Het was maar een kist met autowas van Sam's sleepwagen die zoek was geraakt. Oh, zo zie je maar weer, hè? Ja,
Maar het is natuurlijk wel fijn dat er geen dief was. En dat de kist uiteindelijk goed terecht is gekomen. Het was wel een spannende ochtend, dat moet ik toegeven. Mooi, maar ik ben blij dat alles weer goed is gekomen. Jullie zullen wel honger hebben gekregen na de schattenjacht van vandaag. Dus ik heb wat voor jullie. Oh, cupcakes. Bedankt, Annie Alarm. Het leek me wel een reden voor een feestje. Jullie zijn mijn helden. Grote schatkisthelden. En de helden van de stad.